Like to buy, nice Prada, Rio Ray-Ban. Like to try. De douane heeft tijdens de vakantieperiode op Schiphol een stand waar wordt uitgelegd wat wel en niet mee terug kan als souvenir van vakantie. Veel reizigers nemen bewust of onbewust namaakartikelen mee. We hebben hier enkele spullen liggen, namaakgoederen. Of dan de spullen die populair zijn, die worden nagemaakt. De denken valt aan Dolce Gabbana, aan Lacoste, aan Adidas, aan Nike of horloges. Op het moment dat je dit soort merken op een marktbazaar ziet liggen en je ziet de prijs van 20 euro, dan weet je eigenlijk al dat je met namaak van doen hebt. Want deze merken zijn in het buitenland net zo duur als in Nederland. Ook door middel van een nepverkoper werden reizigers gewezen op het risico van namaakartikelen. Like to buy a real Prada? Nice price for you. En even om te laten weten dat dit dus niet is toegestaan. Je mag van de wetgever 3 namaakartikelen meenemen. 3 namaakhorloges mag je meenemen. En 250 milliliter eau de parfums of eau de toilet. Naast namaak zijn er ook veel flora- en faunaproducten die je beter niet in je tas kan stoppen voor thuis. Ik wil geen beer meenemen, man. Jammer. Veel vakantiegangers, bijvoorbeeld uit het Caribisch gebied, die nemen vaak een stuk koraal mee. Hier koraal is heel mooi, ligt vaak gewoon op het strand. Het is voor de wetgever niet te controleren of je het koraal hebt gevonden of dat je het van de koraalrif af hebt gebroken. Dus ter bescherming van het koraalrif hebben we gezegd van koralen mag je niet meenemen. Ja, ik zou als advies meegeven, op het moment dat het te maken heeft met planten en dieren, laat dat lekker gewoon liggen waar het ligt. Neem het niet mee, want voordat je het weet kom je in Nederland aan en krijg je een hoge boete. En met name goederen, ja, hou je aan die aantal. Als je zo graag wil kopen, hou je dan aan de aantallen. Neem vooral niet meer mee. En bij twijfel, laat het gewoon lekker liggen.